als de gemeenten Midden-Drenthe, Hogeveen en De Wolde hebben we uitvoering gegeven aan de pilot-integratie van de vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving voor de inburgering. We hebben juist gekozen voor deze pilot omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat we voornamelijk hebben ingezet op de mannelijke statushouders. Heeft er ook mee te maken dat de man veelal als eerste in Nederland is gekomen, de vrouw vaak als nareizigers nakomt, waardoor ze eigenlijk nog steeds die achtergestelde positie blijven houden. Mag ik even, hoe gaat het? Ja, het gaat goed met mij. Ik ga die examen doen volgende maand. Ik ben hier in Nederland voor bijna 3 jaar. Ik kom uit Jeruzalem. Maar ik heb in Syrië gewoond, in Damascus. Ik heb Engels literatuur gestudeerd en ook ik ben een vertaler. Ja, het is inderdaad een uitdaging vanwege de achtergestelde positie vaak van de vrouw, omdat de man gewoon meer werkervaring heeft in het algemeen. We hebben eerst individuele intakes gedaan met de vrouwen. Daarna hebben we een voorlichting gegeven om ze te vertellen over de inhoud van de pilot. Daarna hebben ze 2 trainingen gedaan. Eentje op het gebied van interculturele communicatie en dan gericht op de arbeidsmarkt. En eentje over omgaan met geld. Hey, welkom. Jij wilde over jouw sollicitatie hebben. Ja. Je hebt een Syrische diploma en dat is niet geldig in Nederland. Maar ik hoor jou nu zeggen, ja, ik heb twee jaar lesgegeven op de Universiteit van Damascus. Als we werk vergelijken met land van herkomst, is het totaal anders. Begrip werk, daar hebben we het over gehad. En we hebben alles wat we besproken hebben in theorie, hebben we in praktijk gebracht. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat alle vrouwen uiteindelijk een betaalde baan krijgen op onze Nederlandse arbeidsmarkt. Nou, dat zal niet voor elke vrouw haalbaar zijn, maar daarbij kijken we natuurlijk wel wat voor iedere vrouw passend is. Nou, voor de een zou dat vrijwilligerswerk zijn, voor de andere misschien wel een verlenging van de stage. Uiteindelijk is ons doel bereikt als de vrouwen inderdaad een stapje hebben gezet in hun integratie en participatie, zodat we daarna verder met ze aan de slag kunnen. Maar jij ook zoeken, ik ook zelf zoeken. Ja, dus maar ik wil graag in die Nederland een Engels Engels docent worden. Zo, ja. En ik hoop voor de best.